voor mij niet veilig voor degene die deze ellende veroorzaakt voor ons allemaal. En ook niet veilig omdat mensen dingen zeggen die niet waar zijn over mij. Al maanden wordt Vlaardingen in zijn greep gehouden door een reeks brute aanslagen aan het adres van duidelijk één persoon. Namelijk een loodgieter die vandaag voor het eerst zijn verhaal bij ons doet. Jij bent natuurlijk de loodgieter die de afgelopen tijd heel veel in het nieuws is geweest. Maar liefst 8 explosies. Hoe was dat de afgelopen weken? Ja, hel, je weet niet wat je meemaakt en wanneer het nog een keer of weer gebeurt. Je weet het niet. En het ergste is dat, dat je niet weet waar het vandaan komt of waarom. Maar ik ben gewoon aan het werk en ik ben gewoon bezig, dus ik weet echt niet, gelukkig, anders had ik helemaal gek geworden. Het werk houdt me beter, toch? Mensen die erbij wonen en omheen wonen, die worden bang, want die hebben ook last van die explosies natuurlijk. Ja. Kapotte ruiten, kapotte deuren, kapotte ramen. Maar dat heb ik ook, hè. Kijk, ik kan hier niks aan doen en ik vind het net zo erg voor hun als voor mij. Maar het is wel bij mij. Dus, en dat vergeten ook mensen. Het is bij mij en ik kan er niks aan doen, anders had ik dat gedaan. Dat is vervelend voor die man. En misschien heeft hij ook ergens schuld aan. Ik heb op Facebook gelezen dat het wel een mannetje is die zo af en toe wel eens rare dingen doet. Of althans van vroeger. Maar ik kan er niet over oordelen. Ik ken hem zelf niet. Dus, Het heeft geen zin om bij een onschuldige een booby trap voor de deur te plaatsen. Anonieme mail gekregen, ja. Wij op de redactie. Met iemand die jou wel beschuldigt van deelname aan duistere zaken. Maar voordat je het met iemand... Ik ga de brief niet lezen. Ik hoef hem geen eens te zien. Laat hem eerst met zijn naam komen. Want ik sta hier toch ook met mijn naam. Ja. Dus als hij anoniem is, waarom vertelt hij dan wat? Hebt hij wat te verbergen dan? Ik iets met jouw familie heb, dan ik zet het anoniem op tv. Vind je dat dan leuk? Nee, maar ik geef jou ook direct de kans om erop te reageren. Ja, nou, laat hem dan naar mij sturen. En laat hem gewoon bij mij aankloppen of bellen. Want ik ben niet gebeld, ik heb geen schuld, ik heb geen ellende. Dus als hij dat wil, dan kan hij gewoon bellen. Mijn telefoonnummer staat nog steeds op internet. Ik ben gewoon open, dus hij kan gewoon bellen. Nou, ik ben een klein beetje opgelucht. We hebben de beveiliging en het toezicht met politie en particuliere beveiligers goed opgeschroefd. Er wordt ook stevig gerechercheerd door de politie. Ik ben daar heel blij om. En we hebben de afgelopen 3 nachten gelukkig geen explosies gehoord, gezien. En ik hoop dat dat een nieuwe trend is voor onze stad. Het is 8 keer voorgekomen. Na welke keer hebben jullie besloten om de beveiliging op te schroeven? Nou, dat hebben we na de 7e keer gedaan. We hebben de beveiliging toen ingericht, heel snel. Maar het moet je nou nagaan dat het de aanslagpleger heel laat in de ochtend is gelukt om net tussen die routes door toch nog een explosief aan te brengen. Nou, daar was ik eerlijk gezegd wel ziek van. Maar we hebben die beveiliging ook daar verdubbeld, waardoor het nu echt safe is. En we de buurt echt een goede feestdagentijd gunnen. Dit zijn meerdere aanslagen gericht naar één persoon. Ja. Ik zelf denk, dan had je dat niet al na de 3e keer of na de 4e keer moeten doen. Toen was er toch al sprake van een patroon? Nou, dat is toch maar de vraag. Want het er heeft een half jaar tussen gezeten, die eerste aanslagen en die latere. En die latere waren ook op verschillende plaatsen in de stad. Dus eer dat je, nu achteraf kunnen we zeggen het was een patroon. Maar ik vond dat toen eerlijk gezegd nog niet zo duidelijk. Ook de politie niet. En het is natuurlijk ook zo dat er zijn... Helaas, meerdere criminele activiteiten in de stad die aandacht vragen. Maar alles gezegd, ik ben nu echt blij dat we het stevig aan kunnen pakken. Voor mij niet veilig, maar ik vind mij, dat gaan 2 kwesties. Niet veilig voor degene die deze ellende veroorzaakt voor ons allemaal. En ook niet veilig omdat mensen dingen zeggen die niet waar zijn over mij. Dus wat is nou erger? Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamplab als... Lampland! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3. Allemaal kijken, kijken, kijken. Oeps.